Slechts 14 maanden schreef hij eraan, aan de historische roman over een Griekse politicus en een strateeg die tot nu toe vrij onbekend was gebleven. Het is, zoals u ziet, een lijvig boek geworden over Alcibiades. Maar ook over het oude Athene en de ondergang van die stad in de Griekse oudheid. Ilja Leonard Vijver, hartelijk welkom hier. Dankjewel. Ja, fijn dat u hier weer bent. Het is een genoegen hier te zijn. Niet zo lang geleden. Alcibiades, gaat het over de mooiste man van Athene? Dat is het eerste wat iedereen altijd zegt als het over hem gaat. Hij was de allermooiste man van heel Griekenland. Was dat ook echt zo? Ik heb geen reden om daaraan te twijfelen, nee. Hoe zou hij eruit hebben gezien? Hij was mooi op een ambiguë manier. Zoals alles wat met Alcibiades te maken heeft dubbelzinnig is en ambigu is. Hij was de mooiste man, maar hij was niet bepaald een heel mannelijke man. Nee. Het moet een soort van androgyne verschijning zijn geweest. Lang golvend haar. Dat was in die tijd absoluut not done in Athene. Zoals dat vandaag de dag evenmin erg wordt gewaardeerd natuurlijk. Dat was niet in de mode. Nee. Nee. En er was een extravagante verschijning. Hij liep in lange purperen mantels door Athene op sandalen die hij speciaal had laten ontwerpen en die naar hem werden genoemd. Ja. Dat ambigu is interessant, want voordat we het verder over deze man hebben, politicus, strateeg, krijgsheer, vluchteling, opportunist, overloper, manipulator, al die dingen zijn op hem van toepassing. Heerlijk om in te duiken, lijkt me trouwens. Het is geweldig, ja. Het is een feest om zijn ongelofelijke leven te mogen navertellen. Ja. Ja. Maar goed, hij was dus die rare figuur. En hij zei ook, of een van zijn lijfspreuken was, sterk of stevig is de toekomst van een man die ook een vrouw durft te zijn. Zoiets. Ja, ja. Parafraseer. Een man zal nooit een groot man zijn als hij niet ook een vrouw durft te zijn. Ja. En hoe bedoelt u dat? Dat is een les die hij van zijn eerste echtgenote Hipparete heeft geleerd. En het is op een aantal momenten in zijn leven letterlijk waar. Hij kan zijn eigen leven redden door die les ter harte te nemen. Door bijvoorbeeld als vrouw vermomd te vluchten? Bijvoorbeeld, ja. En verder is het ook in algemene zin waar natuurlijk. Vindt u dat of vindt dat Alcibiades vind ik ook, dat? Ja, ja, ja. Dat is een les van Hipparete die ik zelf ook ter harte heb genomen. Ja. Maar is het echt een les van Hipparete, zijn eerste echtgenote? Of heeft u het erin geschreven? Het is of mag ik dat niet vragen? In dit geval we weten over Alcibiades heel erg veel. Er zijn heel veel bronnen, relatief gezien. Er zijn periodes in de geschiedenis waar we het moeten doen met heel veel minder informatie. Ook recentere periodes. En het lukt vrij aardig, het lukt eigenlijk heel erg goed om te reconstrueren wat Alcibiades allemaal heeft gedaan en wat er is gebeurd in zijn leven. En al die feiten. Ik kan het soms op de dag nauwkeurig dateren. Ja. Ja. Zoals bijvoorbeeld op 5 juli van het jaar 416 voor Christus heeft hij de Olympische Spelen gewonnen. Op het nummer 4 span. Juist, ja. met zijn prachtige paarden. Ja, en dat was echt not done. Het was een soort van de poenerigste sport die er was. En hij heeft een Olympisch record gevestigd dat tot op de dag van vandaag staat. Want hij heeft in dezelfde race meegedaan met 7 vierspannen. Hij was stalhouder natuurlijk en die werden bestuurd door jockeys. En hij is in 1 race eerste, tweede en vierde geworden. Tot zijn grote genoegen. Max Verstappen nog niet gepresteerd. We weten niet wat hij vandaag gaat doen, hè, Max Verstappen. Maar goed. Wat je vroeg is, nou ja, ik kan dus vrij goed reconstrueren wat er allemaal is gebeurd. Alleen één ding vertellen die bronnen je niet en dat is waarom. Wat zijn bedoelingen waren, wat hij heeft bedacht, wat zijn intenties waren. En dat is wat ik als romancier kan toevoegen aan die bronnen. Ik kan mij verplaatsen in hem. Ja. Ik kan proberen met het wapen van de empathie duidelijk te maken wat hij wilde. Ja, en dat is ook wat zo fijn is als je dit boek leest, dat die persoon Alcibiades, maar niet alleen hij, tot leven komt en allerlei gedachten heeft, waarbij u ongetwijfeld de vrijheden van de auteur gebruikt heeft om die in te vullen. Ja, en ik vond het mijn taak om, als we al die bronnen dan hebben, om daar heel dichtbij te blijven. En
het is ook helemaal niet nodig om daar iets aan te doen, want het is zo'n fantastisch verhaal. Het wordt helemaal vanzelf een Netflix-serie. Zijn de filmrechten al verkocht? Na vandaag wel, ja. En ik vond het ook, als je dat toch doet, ik heb als een soort van extra service aan de lezer dat dan ook maar achter in het boek opgenomen, die bronvermeldingen, dat je, mocht je geïnteresseerd zijn in een specifiek detail, je kunt opzoeken of ik dat verzonnen heb of dat het echt gebeurd is. Een boek van 1000 pagina's, maar goed, 150 pagina's, namenlijst en bronnen en verantwoording. Dit gaat niet alleen over Alcibiades. Dit gaat ook over de democratie en de kwetsbaarheid van de democratie. Met name de Atheense democratie natuurlijk. In die tijd, u noemde het net, zo 400, 450 voor Christus. Maar misschien ook wel over onze democratie van nu. Functioneerde die democratie van Athene, waar we altijd zo idolaat over zijn, wel zo goed? Het heeft lange tijd voor verrassend goed gefunctioneerd, ja. Ja, het is waar dat... kijk, Alcibiades is een historisch personage dat je vanzelf tegenkomt. Ik ben klassicus geweest en je komt hem dan tegen in teksten van Plato, Thucydides en zo. En ik had destijds al het idee dat hij een historische roman waard zou zijn. Maar ik heb het vervolgens nooit echt durven aanpakken. De reden waarom ik 2 jaar geleden dat de moed heb opgevat om dat oude plan toch ten uitvoer te brengen, is dat ik opeens mij realiseerde dat ik aan de hand van zijn verhaal kon spreken over thema's die volgens mij heel erg relevant zijn voor onze maatschappij vandaag de dag. En waar het dan om gaat is dat Alcibiades een protagonist was in ontwikkelingen en een hoofdrolspeler in een periode aan het eind van de 5e eeuw voor Christus in Athene, waarin de Atheense democratie, de oudste democratie ter wereld, in verval raakte. En, hoe kwam dat eigenlijk, dat het in verval raakte op dat moment? Wat speelde er? Ja, en wat er speelde is eigenlijk dat na een periode waarin het eigenlijk heel erg goed heeft gefunctioneerd, een periode die eigenlijk ten einde komt met de dood van Pericles, de grote staatsman Pericles die de tempels op de Acropolis heeft laten bouwen en zo. De architect van de Atheense strategie in de oorlog tegen Sparta. Toen hij stierf aan de pandemie, waren er verschillende politici die leemte probeerden op te vullen, waaronder Alcibiades. En er ontstond een klimaat, waarin we verschijnselen zien die voor ons vandaag de dag eigenlijk angstaanjagend herkenbaar zijn. Namelijk populisme bijvoorbeeld. Nou, dat is iets, ja, dat, zo zouden we dat vandaag samenvatten. Er stonden figuren op die... Ja, er zijn een paar kenmerken van een dergelijk klimaat. In het Grieks, in de Griekse politieke filosofie heet dat een ochlocratie. Hè? Dat is een ochlocratie? Ja, dat, als je dat zou willen vertalen, betekent dat de dictatuur van de massa. En wat je heel erg ziet in die periode in Athene is dat er een soort van dictatuur komt van de publieke opinie. En dat het steeds moeilijker wordt om politici te vinden die de moed opbrengen om tegen die publieke opinie in te gaan, om impopulaire maatregelen te nemen. En zelfs om politici te vinden die de moed opbrengen om verder te kijken dan de volgende stemming in de volksvergadering. Mm-hmm. De volgende opiniepeiling, zouden wij zeggen. Ja. Ja. En dan wordt het heel erg lastig om een coherent lange termijn beleid te ontwikkelen. Ja. Alcibiades neemt zelfs het woord nep-parlement in de mond. Er is op een gegeven moment, dat is volgens mij een speech van Cleon. En die speech van Cleon, een van die populisten uit die periode, die wordt letterlijk geciteerd door Thucydides. Die geeft de tekst van zijn redenvoering. En toen ik daar was aangekomen, had ik als experiment bedacht om dat te vertalen in het jargon van Wilders. Ja, een anachronisme eigenlijk, maar toch ook... Maar het ging moeiteloos. Ja. Het was al geschreven in het jargon van Wilders. Thucydides had het in het jargon van Wilders geschreven. Deze populist. Ja. Het was helemaal met diezelfde hyperbolen, herhalingen, persoonlijke aanvallen. Het is precies dezelfde retorische trucendoos die wordt gehanteerd. Dus dit is waar Athene, althans de democratie in Athene, in uw boek aan ten gronde gaat. Tegelijkertijd, Alcibiades, die profiteert ervan. Het is de hele tijd de vraag natuurlijk in hoeverre Alcibiades onderdeel is van die ontwikkeling of dat hij daadwerkelijk iemand was die Athene had kunnen redden. Alcibiades neemt
zelf het woord in mijn boek. Ik heb ervoor gekozen om hem in de eerste persoon zijn leven te laten vertellen. En hij richt zich vanuit ballingschap tot zijn stadsgenoten, de burgers van Athene, in een poging om hen over te halen, om hem nog één keer te vertrouwen. Want hij heeft een plan dat Athene zou kunnen redden. Maar ja, om dat vertrouwen te herwinnen moet hij natuurlijk wel het een en ander recht zetten en goed praten. Want er is nogal wat gebeurd. Hij heeft zo vaak het vertrouwen beschermd. Ja, hij is overgelopen naar de erfvijand Sparta. Bijvoorbeeld om maar iets te noemen. Waar die het is even interessant om bij stil te blijven staan. Waar hij het leven daar heeft leren kennen. In een autocratie. Ja. Een monarchie, koning Agis is daar. Ja. Maar een militaire dictatuur. Ja. En daar ziet hij eigenlijk hoe decadent het leven in Athene was. Ja, zeker. En tegelijkertijd begrijpt hij ook heel goed de efficiëntie van het Spartaanse systeem. De efficiëntie van de militaire autocratie. Maar dat heeft natuurlijk twee kanten. Het is tegelijkertijd ook heel erg efficiënt in het onderdrukken van de eigen burgers. Ja, en dat is een groot offer wat je moet brengen voor efficiëntie. Als je je eigen burgers ervoor moet onderdrukken. Ja. Dus de democratie heeft altijd een moeizame relatie gehad met competentie. Met competentie? Ja, en efficiëntie. En in de Atheense democratie waren ze zich daarvan bewust. En het was misschien, nou ja, wij kunnen er als ervaringsdeskundigen over meepraten, dat een democratisch bestel niet automatisch de garantie biedt tot het meest efficiënte bestuur. Maar dat is misschien helemaal niet de bedoeling. Atheners begrepen dat de belangrijkste verworvenheid van een democratie is spreiding van de macht. En voorkomen dat de macht samenklompt tot rond één persoon. Ja, en dan denk je, prachtig, spreiding van de macht. En bijvoorbeeld een onafhankelijke rechterlijke macht, om dat te kunnen toetsen. Maar tegelijkertijd, u zegt al, dat de efficiëntie komt het niet ten goede. Wat was volgens Alcibiades eigenlijk de goede staatsvorm? Alcibiades is toch, naar mijn vaste overtuiging, voor alles een Athener. Ondanks alles wat er gebeurt. En hij blijft toch ook een democraat. Ja. Want hij papt aan met de Spartaanse koning. Bedriegt de Spartaanse koning met zijn eigen vrouw. Is dat overigens dat echt gebeurd? Daar zijn bronnen voor, ja. Daar zijn bronnen voor. Ja. Hij loopt ook over naar die andere aartsvijand, Perzië. Ja. Waar hij ook heerlijk zich laat verwennen door de satraap. Ja, ja. Voor mij als romanschrijver is dat natuurlijk een groot geschenk. Ik kan aan de hand van zijn levensverhaal al die verschillende plekken, maar ook al die verschillende maatschappijen en staatsvormen beschrijven. Ja. Mm-hmm. En voor Alcibiades is dat, als hij reflecteert op de verworvenheden en tekortkoming van de democratie, heeft dat een extra dimensie, omdat hij ook al die andere staatsvormen heeft leren kennen. Ja, ja. Van dichtbij heeft gezien. En hij is twee keer ter dood veroordeeld. Ja, zowel door Sparta als door Athene. En dat is misschien ook een record, ja. En dat, ja. Ja. En, maar goed, dat geeft ook aan hoe de politiek, het politieke bedrijf in die tijd, hoe gevaarlijk het was. En dat leidt natuurlijk ook meteen weer naar de actualiteit van nu, ja, waarin politici zich ook bedreigd voelen. Ja, ja, ja. Ja, ook dat is angstaanjagend herkenbaar. Als je leest hoe ontzettend gepolariseerd die Atheense politiek was. En werd, steeds meer werd. Dat is misschien een ander kenmerk van zo'n verworde democratie. Een democratie die trekken van populisme begint te krijgen, is de toenemende versnippering. Waarbij de arena van democratische besluitvorming steeds meer een soort van boksring wordt van deelbelangen. En waar eigenlijk politici als vertegenwoordigers van een heel specifieke achterban proberen te winnen ten koste van andere specifieke achterbannen. Ook dat is misschien voor ons vandaag de dag heel erg herkenbaar. Ja. En wat dan in al dat geweld eenvoudig uit het zicht raakt, is natuurlijk het landsbelang. Ja, we hebben net ook hier in deze uitzending naar politici geluisterd. Meneer Brekelmans is er nog. Meneer Hoekstra moest helaas weg. Als u die gesprekken en de onderwerpen die daarin besproken werden, vooral ook bijvoorbeeld over beloftes, plaatst in die tijd en waar u het nu over heeft, deelbelangen. Hoe luistert u dan naar die gesprekken?
Als we bijvoorbeeld denken over een van de grootste problemen die we op dit moment hebben in Nederland, de aanpak van dat stikstofgedoe, weet je. Dat is natuurlijk al 20 jaar duidelijk dat dit een heel groot probleem ging worden. Maar al 20 jaar lang is er geen enkele politici geweest, is er geen enkele politicus geweest die de moed heeft opgebracht om tegen de publieke opinie in te gaan, een impopulaire boodschap te brengen en te zeggen we moeten daar op lange termijn iets aan doen. Mm-hmm. Dit gebrek aan lange termijnvisie leidt dan tot een noodsituatie op dit moment. Dan is er uiteindelijk een meerderheid gevonden en in de coalitie is dan eindelijk ten lange leste bereid om daar iets aan te doen. Dan hoeft er maar een signaal te komen van de publieke opinie, zoiets als een provinciale statenverkiezingen, of de partijleider van het CDA wil onmiddellijk onder die afspraken uit. Kijk, dat is nou precies die angst voor die publieke opinie. Dat is dat het land niet geregeerd wordt door politici met visie, met een democratische legitimatie. Dat is dat het land bestuurd wordt door de grillen van de publieke opinie. Meneer Brekelmans, u wordt hier niet rechtstreeks toegesproken, maar uw collega de heer Hoekstra. Maar toch even de vraag, politici van dit moment, misschien ook u, zijn die te bang voor de publieke opinie? Zijn die te bang voor de opiniepeilingen? Dat denk ik niet, maar kijk, als ik het dan even naar asiel betrek. Kijk, wij proberen al jarenlang de asielinstroom om dat meer onder controle te krijgen. Alleen als dat op een gegeven moment niet lukt, ja, dan word je met een crisissituatie word je geconfronteerd. En dan is het inderdaad, de politiek wordt dan crisismanager. En dan gaan de meest extreme stemmen, die worden dominanter op dat moment. En dan ben je inderdaad, dan ben je te laat en ben je niet met zo'n lange termijnvisie bezig. En dat zie je niet alleen bij asiel, dat zie je inderdaad ook bij stikstof en op andere terreinen. En dan worden de beloftes gedaan. Dan wordt geprobeerd de achterban te beïnvloeden. En dan wordt geprobeerd om de achterban voor je te winnen. En daar begint het. Nou ja, maar ook wel om mensen dan weer het vertrouwen te geven en juist mee te nemen op een lange termijnvisie. Okay. Want je kunt niet die crisis nu negeren. Ik vind dat ook een voorbeeld. Als je het opvangen van vluchtelingen is een overheidstaak. Als je daar dan voorwaarden aan gaat verbinden, namelijk dalen van de instroom, voorwaarden die niet te realiseren zijn, want daar hebben we geen invloed op de instroom, dan is dat populisme. Dat zijn we niet met elkaar eens. We hebben de EU-Turkije-deal gesloten. Toen ging de instroom met een factor 10 omlaag. Dus dan kun je niet zeggen dat we daar geen invloed op hebben. Goed. Jullie worden het hier niet over eens. Dat is duidelijk. Maar ik wil heel graag toch even terug weer naar het boek. Want het is die ondergang van de democratie in Athene. En dat zijn de raakvlakken met de democratie van nu. Die Atheense democratie daarvoor in de plaats komt dus eigenlijk de macht van de massa, de ochlocratie. Er is een soort cyclus, daar had u het in ons vorige interview ook over. Is dat zo? Is de les van uw boek eigenlijk dat democratieën breekbaar zijn en kunnen vervallen en kunnen verdwijnen? En dat misschien ook geldt voor die van ons? Ik denk dat het geen kwaad kan om ons dat te beseffen, om ons dat te realiseren. We zijn daar misschien niet heel erg aan gewend om in die termen te denken over een democratie. We zijn misschien ook mede onder invloed van de Amerikaanse propaganda tijdens de Koude Oorlog opgevoed met het idee dat de democratie een soort van eindstadium is. Als we nu maar allemaal democratisch worden, dan worden we voor altijd gelukkig. En dat is het niet. Maar zo is het niet. Democratie is een buitengewoon fragiel en onderhoudsgevoelig bestel. En een democratie kan wel degelijk aan zichzelf ten onder gaan. En er zijn voorbeelden te over van democratieën die een dictatuur voortbrengen. Waaronder het Athene in de 5e eeuw voor Christus. En we hebben daar ook in de Europese geschiedenis voorbeelden van gezien. En we zien dat nog niet zo lang geleden. Denk aan Nazi-Duitsland. Bijvoorbeeld, en je zou ook de Turkse verkiezingen van vandaag in dat licht kunnen zien. Het is een democratie kan een autocratie baren. En het probleem is natuurlijk dat als de democratie zo'n ontzettend deplorabel schouwspel wordt, als het vertrouwen van burgers in de democratie tot een nulpunt daalt, zoals de ombudsman jaar in jaar uit betoogt, dan kan het op een gegeven moment een goed idee lijken om maar eens eventjes een sterke man aan de macht te laten om orde op zaken te stellen. Heeft u dat is heel gevaarlijk natuurlijk. Heeft u dit boek geschreven uit bezorgdheid? Ja.
Ik heb dat geschreven uit bezorgdheid. En ik hoop dat ik mijn lezers mag uitnodigen om in de spiegel van de geschiedenis te kijken. En dat ik daarmee mag bijdragen aan bewustwording over deze ontwikkelingen. Nadrukkelijk in de hoop dat we nog niet te laat zijn om er iets aan te doen. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een goed gesprek? Vergeet dan niet te abonneren. Een like of een reactie achterlaten kan natuurlijk ook. Of bekijk een van de andere interviews op dit kanaal.